Mijn naam is Abe Veenstra, ik ben landschapsarchitect en ik werk aan het opstellen van een landschapsstrategie voor het Nationaal Park Hollandse Duinen. Hollandse Duinen is een nieuw nationaal park, een park in oprichting. En deze nationale parken nieuwe stijl zijn eigenlijk de pronkstukken, de iconen van de Nederlandse natuur. Gebieden met bijzondere natuurwaarden, maar ook gebieden met een sterk eigen identiteit, eigen verhaal. Nationaal Park Hollandse Duinen strekt zich uit langs de Zuid-Hollandse kust, van Hoek van Holland tot aan Hillegom, en beslaat samen met het achterland zo'n 450 vierkante kilometer. En in dit gebied ligt zo'n 60 vierkante kilometer aan beschermd natuurgebied. Maar ook wonen hier zo'n 1 miljoen mensen verspreid over 14 gemeenten. Waarom maken we voor dit gebied een landschapsstrategie? In eerste plaats is de landschapsstrategie een nadere uitwerking van het ambitiedocument zoals dat voor dit gebied is opgesteld onder de titel Waar natuur, stad en zee verbindt. En in dit ambitiedocument is aan de hand van een drietal thema's, verbinden, verankeren en versterken, zijn ambities geformuleerd die we met de landschapsstrategie verder gaan uitwerken. En dat is niet voor niets, want het is ook een heel waardevol gebied, het Nationaal Park Hollandse Duinen. Waardevol vanwege de bijzondere natuur, met een groot aantal beschermde natuurgebieden, ook van internationale allure. Maar ook een gebied met unieke landschappelijke kwaliteiten. Een gebied met weidse vergezichten, waar je weer en wind kan ervaren. Ook een waardevol contrast met de stedelijke hectiek. En ook waardevolle landschappen, gevarieerde landschappen achter de duinen. Het is ook een recreatief aantrekkelijk gebied waar je kan wandelen, fietsen, uitwaaien. Niet alleen in de duinen zelf, maar ook in de vrije landschappen daar direct achter. De duinen, Hollandse Duinen is ook een gebied met een rijke cultuurhistorie, rijk aan erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan de elementen van de Atlantikwal die verspreid in de duinen zijn te vinden, maar ook aan de rijke historie van de verschillende landgoederen in het gebied. De duinen zijn ook strategisch van belang. Een belangrijk deel van de duinen zijn in gebruik als drinkwaterwinning, zoals ook dit gebied hier in Meijendel. En dat betekent van grote waarde voor een groot aantal mensen in de directe omgeving. Ook strategisch van belang vanwege onze kustveiligheid. De duinen beschermen ons tegen het hoge water van de Noordzee. En in het recente verleden zijn er ook een aantal projecten gerealiseerd die ervoor moeten zorgen dat dat ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Zoals het kustwerk Katwijk en de zandmotor. En het bijzondere is dat dit alles zich bevindt in een sterk stedelijke omgeving. Een van de meest verstedelijkte regio's van ons land. En dat betekent een grote druk op de ruimte. Druk qua ruimteclaims voor uitbreiding van infrastructuur en stedelijke gebieden. Maar ook druk qua gebruiksintensiteit van al die mensen die hier wonen en werken. En datzelfde geldt ook voor toerisme. De kust is in trek en dat betekent dat meer en meer mensen ook naar dit gebied toekomen. Een gebied wat in zichzelf natuurlijk toch ook vrij kwetsbaar is. Nou, dit alles laat ook zien dat het belangrijk is om na te denken over hoe we dit gebied verder kunnen ontwikkelen. Hoe kunnen we daar sturing aan geven, nadenken over zonering, welke keuzes moeten we daarin maken. En dat zijn zaken die we in de landschapsstrategie ook aan bod laten komen. Een andere aanleiding voor de landschapsstrategie is de Leidraad Nationale Parken, zoals die door het Nationale Parkenbureau is opgesteld. En daarin wordt ook aandacht gevraagd voor niet alleen de natuurkernen zelf, maar zeker ook de relatie tussen die natuur en het omliggende landschap. Dus hoe zorgen we ook dat dat op een goede manier in samenhang zich verder kan ontwikkelen. Dus dat willen we ook in het kader van de landschapsstrategie verder uitwerken. En tot slot is het opstellen van de landschapsstrategie natuurlijk ook van groot belang om samen met de partners in het gebied na te denken over de toekomst. En daarmee dus ook invulling te geven aan verdere samenwerking, aan het creëren van eigenaarschap en commitment tussen al die partijen die aan dat Nationaal Park samen gaan werken. Waar gaat het nou over met de landschapsstrategie? En zoals ik al aangaf, gaat het niet alleen dus over de duinen, maar zeker ook over het achterliggende landschap. En als je daar vanuit landschap en vanuit historie naar kijkt, zit daar ook zeker een logica in. Want de kustlijn heeft zich in de loop der eeuwen steeds verder verlegd. En dat betekent dat in het achterland er nog sporen zijn te vinden van de oude duinen. En zoals je op deze kaart ook mooi ziet, zie je hier het patroon van strandwallen en strandvlaktes in de ondergrond. En zie je ook hoe die ook het huidige landschap zeg maar, tekenen en vormgeven. We zien die elementen ook weer terug, zowel in het landschap, zelfs ook in de stad.
En dat betekent als we het hebben over het Nationaal Park Hollandse Duinen, dat we het eigenlijk over een aantal verschillende landschapstypen hebben die hier samenkomen. Het gaat over strand en duinen, maar ook over de landschappen van de Bollenstreek, de landgoederenzone en het Westland. En dat zijn stuk voor stuk landschappen met een heel sterk eigen identiteit, een eigen sfeer en karakter, eigen ontwikkelingen en opgaven die daar spelen, maar allemaal wel dus geënt op diezelfde basis, diezelfde ondergrond van het kustlandschap. Op basis van onze bevindingen tot nu toe hebben we een aantal bouwstenen opgesteld die een mogelijk onderdeel kunnen gaan vormen van de landschapsstrategie. En we hebben zo bouwstenen voor natuur en mogelijke bouwstenen voor recreatie in beeld gebracht. In deze schets zien jullie een aantal bouwstenen voor natuur. En dan gaat het bijvoorbeeld over het zoeken voor meer ruimte voor dynamiek binnen de duinen. Mogelijkheden voor het vergroten van natuurwaarde van de stranden. Het vergroten van natuurwaarde van de binnenduinrand door het creëren van meer natuurlijke gradiënten. Maar ook mogelijkheden voor het leggen van nieuwe verbindingen tussen duingebieden onderling. Maar ook tussen de duinen en het achterland. Een paar beelden om dat wat te illustreren. Een voorbeeld van meer ruimte voor dynamiek in de duinen, zoals hier bij de zandmotor. Waarbij duinen verder kunnen verstuiven en er ook een natuurlijke duinvorming op het strand plaats kan vinden. Of juist aan de binnenduinrand, zoals hier bij Lentevreugd, waarbij er een meer natuurlijke gradiënt ontstaat tussen duin en achterland. Een voorbeeld van het creëren van nieuwe verbindingen tussen duinen en daarbij ook het opheffen van infrastructurele barrières. Een voorbeeld uit Noord-Holland, waarin een weg door de duin is overbrugd. Maar je kan natuurlijk ook denken over het creëren van verbindingen naar het achterland. En daarmee duinen verbinden met natuurgebieden verderop gelegen. Hier een schets voor een aantal bouwstenen ten aanzien van recreatie. En daarbij gaat het om het verder ontwikkelen van een duurzame en robuuste routestructuur die de belangrijke bestemmingen binnen het Nationaal Park Hollandse Duinen ook op een goede manier met elkaar verbindt. Maar bijvoorbeeld ook over het creëren van entrees en toegangspoorten tot het Nationaal Park. En hier een aantal beelden om dat te illustreren. Dan gaat het bijvoorbeeld over het ontwikkelen van aantrekkelijke en continue, maar vooral ook herkenbare routes door het Nationaal Park Hollandse Duinen. Waarbij dan ook verblijfsplekken en mogelijk ook uitzichtplekken daar onderdeel van uit kunnen gaan maken. Een ander voorbeeld, het vormgeven van toegangspoorten, de entrees tot het Nationaal Park Hollandse Duinen. Waarbij het bijvoorbeeld van belang is wat de kwaliteit is van die plekken. De kwaliteit van bijvoorbeeld parkeerterreinen waarop je als eerste binnenkomt, zoals hier een mooi voorbeeld van het groene parkeerterrein bij Meijendel. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kwaliteit van bezoekerscentra of de horeca in het gebied die ook daarin beeldbepalend kunnen zijn. Hoe werken we nu aan deze landschapsstrategie? Daarvoor is een stappenplan opgesteld waarin we onderscheid hebben gemaakt naar drie inhoudelijke stappen. Ten eerste analyseren. Ten tweede visie vormen en tenslotte de daadwerkelijke strategie bepalen. En in de analysefase zijn twee basisdocumenten van groot belang waar we op voortbouwen met de landschapsstrategie. Dat is enerzijds de landschapsbiografie, waarin de historische ontwikkeling van het gebied wordt beschreven en geduid. En anderzijds de landschapsecologische analyse, waarin de kansen voor meer natuurlijkheid en natuurlijke dynamiek in het Nationaal Park worden verkend. Uiteraard zijn er nog veel meer studies en plannen van belang in dit gebied. Voor de verschillende onderdelen zijn er bijvoorbeeld in het kader van de gebiedsprofielen, de landschapstafels, de erfgoedlijnen, plannen en visies gemaakt. En ook allerlei gemeentelijke visies en beleid speelt uiteraard in dit gebied. In het kader van de landschapsstrategie bekijken we vooral ook naar de samenhang tussen deze verschillende zaken. En bekijken we wat daar aanvullend op nodig is op de schaal van het Nationaal Park. Als onderdeel van de analysefase hebben we onlangs een hele reeks expertgesprekken gevoerd waarin we met deskundigen rond een specifiek thema zoals natuur, recreatie of kustveiligheid met elkaar in gesprek zijn gegaan over de kansen en ontwikkelingen in het gebied en zijn we ook met elkaar het veld ingegaan en hebben we ook buiten in het gebied de zaken bekeken. De volgstap die we gaan maken is die van visievormen en daarvoor gaan we een aantal scenario's opstellen. Scenario's, perspectieven die ook een beeld geven van de bandbreedte aan keuzes die er te maken zijn in het kader van de strategie.
En de bedoeling is dat we dit ook gaan bespreken met de stakeholders in het gebied. Dat zou aanvankelijk in de vorm van een aantal regionale ruimteateliers plaatsvinden. Nou, gezien de omstandigheden nu gaan we dat op een andere manier vormgeven in de vorm van meer een online consultatie. En de laatste stap die we zetten is het daadwerkelijk strategie bepalen. Op basis van de sterke en de zwakke punten uit die scenario's stellen we uiteindelijk de strategie samen. Die landt uiteindelijk ook op een kaart. We maken een strategiekaart waarin ook de ruimtelijke structuren en projecten voor zowel de korte als de lange termijn worden geduid. En waarin we ook een aantal ontwikkelprincipes opnemen. Dus de spelregels, hoe gaan we de vorm geven aan de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park. Het is de bedoeling dat de landschapsstrategie uiteindelijk deze zomer in juni gereed komt. Tot zover mijn toelichting op de landschapsstrategie zoals we die nu aan het opstellen zijn voor het Nationaal Park Hollandse Duin.